Hallo. Hallo, zou ik gelijk een foto maken? Dat is goed. Hallo. Hallo. En heeft u de personen gevonden die u zocht? Ja, ik heb ze bijna allemaal gevonden. Ik was op zoek naar 5 weeskinderen. En 3 van hen hadden geen tijd. En nummer 4, die is naar de grote stad vertrokken. Maar dan bent u de koning. U ziet er helemaal niet uit als een koning. Dat wil ik ook niet. Als mensen bij me in de buurt zijn, dan doen ze altijd zo vreemd. Ze vragen gunsten aan me en ze proberen indruk op me te maken. En ze komen met hun klachten bij mij. Maar is een koning daar dan niet voor? Zeker wel. Maar er zijn van die momenten waarop ik gewoon bij mijn mensen wil zijn. En er zijn momenten waarop ik met mijn mensen wil praten. Om te horen hoe hun dag was. En om te lachen met ze of om ze, met ze te huilen. En er zijn momenten waarop ik gewoon hun vader wil zijn. Heeft u ons daarom geadopteerd? Ja, dat klopt. Grote mensen die denken dat ze altijd indruk op me moeten maken. De kinderen denken dat niet. Ze willen gewoon met me praten. En ze weten dat ik van hen houd, zoals ze zijn. Maar hadden mijn broers en zussen het dan te druk? Ja, ze hadden het heel druk. Maar ik kom een andere keer wel weer terug. Misschien hebben ze dan wel tijd. Meneer, en ik dan? Ik heb geen geschenk, maar ik zou graag een kind willen zijn. Ja, mijn kleine meid. Jij gaf het allermooiste geschenk. Jij gaf je hart. Je vriendelijkheid, je tijd, je liefde. Natuurlijk wil ik dat je mijn kind bent. Ik hou van je zoals je bent. Kom, dan gaan we naar huis.